Bij daglicht is te zien dat de uitbarsting nog niet voorbij is. Al sinds gisteravond spuwt de vulkaan lava. Uit een scheur van zo'n 700 meter komt lava naar buiten gestroomd. De vulkaan ligt in het zuidwesten van IJsland, niet ver van de hoofdstad Reykjavik. Het is een van de vele vulkanen op het eiland. Dat het er zoveel zijn, komt doordat IJsland precies op een plek ligt waar aardplaten bij elkaar komen. Want als die iets verschuiven, ontstaan aardbevingen en vulkanen. De uitbarsting kwam dan ook niet als een verrassing, vertelt een deskundige. Nee, dat was gewoon zo sannelijk over. Thjóðin er búin að standa á hendinni í þrjár vikur og bíða eftir þessu gosi. De afgelopen tijd waren er namelijk al tienduizenden kleine aardbevingen te voelen. Dat is meestal een teken dat er een vulkaan op uitbarsten staat. Het hield inwoners dag en nacht bezig. Everyone is sleep deprived because the earth is constantly moving all day, all night. De IJslanders zijn opgelucht dat de vulkaan nu is uitgebarsten, omdat de bevingen dan waarschijnlijk ook stoppen. Mensen in de buurt moeten hun ramen gesloten houden, omdat er giftige gassen vrij kunnen komen. Maar niet iedereen luistert daarnaar, vertelt een reddingswerker. Ja, die middels. Maar ik ben er zelf al snappen en Facebook is een arena trots in Nijros. De lavastromen veroorzaken verder geen grote problemen. Deskundigen verwachten dat de aarde hier snel rustiger zal worden.